Goedemorgen. Nou, ik ben nu net op Schiphol aangekomen. Mike heeft mij even afgezet samen met Ayumi. En vandaag vlieg ik naar Londen voor Koalabeautymama. En het is echt super leuk dat ik hierbij kan zijn voor mijn blog. Dus ja, ik ben net aangekomen in vertrekhal 3. Het is de eerste keer dat ik in mijn eentje ga reizen. Volgens mij eventjes uitzoeken waar ik precies moet zijn. En volgens mij reizen we ook met een groepje. Dus het wordt wel gezellig zo in het vliegtuig. Ik ga snel eventjes kijken. Misschien dat ik nog tijd heb om bij de Mac counter te kijken voor make-up. Misschien ook wel niet, maar ik ga hier eventjes kijken waar ik moet zijn. Echt, ik vind het zo spannend. Ik ben echt vet hyper. Ik heb heel weinig geslapen. En ja, het is gewoon echt een super kans. Ik ben hartstikke dankbaar dat ik dit mag meemaken zo voor mijn blog, want wie had dat nou gedacht dat het zo zou uitkomen. Ik heb even om hulp gevraagd, want als ik het zelf ga doen, dan weet ik het wel met mezelf. Dan komt er helemaal niks van. Nou, we zijn nu richting de gate. Het is eigenlijk super simpel als je alleen handbagage hebt, want je hoeft natuurlijk niet in te checken met koffers en zo. Ik denk dat ik er al bijna ben. Het gaat hartstikke snel. Het is ook best wel rustig. Het is vakantietijd, maar het is helemaal niet druk. Best wel lekker zo. Nou, ik wacht nog even met Victoria's Secret. En ik zie daar verderop wel Starbucks. En dat is ons meetingspunt. Even kijken of dit wel een goede Starbucks is. Want volgens mij is er ook nog een andere. Ik ga gewoon eventjes checken. Ik denk wel dat dit het is. Ik wil even cappuccino om wakker te worden. Een soort van. Ik ben al hartstikke lang wakker, maar het gaat er altijd in. Komen bij het vliegtuig, we gaan nu instappen en ja, ik ben echt helemaal hyper. En het is best wel makkelijk geregeld, want je kan aan twee kanten instappen en hoeft ook niet zo lang te wachten. Dus ja, klaar om te vertrekken. Hoi, we zijn net aangekomen in het hotel. Onze groep en het is echt een super mooi hotel. Ik ben benieuwd wat er op het programma staat vandaag. Het is in ieder geval hartstikke gezellig. We hebben ongeveer een uurtje in een taxi gezeten. En ik denk dat we nu gewoon even wat lekker gaan eten en drinken. En ik ga deze dag eventjes vloggen voor jullie, zodat je een indruk krijgt van hoe het was geweest. Dus ik neem jullie mee. Oeh, dit vind ik leuk. Wauw. Met verschillende sporten. Dus zij gaat rennen, hardlopen. Gaat eentje die gaat hiken. Een dame die gaat yoga, een eigen yogamatje. Speciaal tasje waar die yogamatje onder kan hangen. Waterflesje die ook echt open kan. Animal, yeah, like their own message and stuff, which is really nice and a bit cozy. First time around, really popular fashion doll. They all had very iconic looks. For the past several years, the team have been working their way on them, transforming them. Ik heb net mijn eigen lipstick gemaakt, een kleurtje erin gedaan en het is een beetje een nude kleur met een zachte ondertoon, een beetje peachy-achtig. En die gaat ze nou zo direct in zo'n lipstick huls doen. Oh, so we do like 3 straight back. Yes. I was thinking maybe we could do for you. So they go sort of diagonally at an angle if you have 2. Okay. One starts. Do you see what I mean? So there's one that comes from here that goes sort of. All right, right. And another one that goes along the top. Okay. Yeah? Yes. Do you think? Yes. Cool. Zo, ik zit nu op het Bratz event en je kan je haren laten vlechten in een stijl van de Bratz poppen. En ik ga voor de Sasha hairstijl, dus ik ga aan de zijkant zeg maar 2 vlechten doen. Echt hartstikke leuk en mijn lipstick is net klaar. Ik mocht net zelf een lipstick maken. En het is een beetje een nude kleur, een beetje peachy, roosachtig. En ik ga hem zeker uitproberen. Echt hartstikke leuk. Ik ben benieuwd hoe het gaat worden. drankje erbij. Kelly is er ook bij vandaag en we zijn gewoon even een beetje aan het chillen rondom het hotel. We gaan zo direct even de stad in, want blijkbaar is Oxford Street hier in de buurt. En dan is het alweer tijd om terug te vliegen naar huis. Dus we gaan nog eventjes ons vermaken van de tijd dat we hier hebben. Grote brands, je hebt hier de Zara, je hebt alle Engelse mannen, alle commerciële. We hebben nu wat extra tijd in de stad, dus we zijn even alles aan het verkennen. En ik zie al de Mango, de Topshop, dus we gaan ons zeker wel van maken. En ik denk dat we iets wel heel veel mogen meenemen in het vliegtuig terug. Maar ik zie ook al de River Island, New Look. Oh. Oh jee, te veel leuke dingen al. Zo, we gaan eventjes wat eten voordat we weer gaan vliegen. Ik heb een cheeseburger. Nog even een vlogje van mij, zoals je kan zien zat ik in het vliegtuig terug. We gaan zo ook opstijgen en om 8:55 Nederlandse tijd landen we weer. Als het goed is kon Mike en de jongen mij ophalen, dat was wel fijn en een lange dag, maar het was echt superleuk. En ik zie dat ik vanavond nog even verschillende vlog laat ik daar geland ben, maar ja, in ons vliegtuig en ik denk dat er hier wel ergens is, maar ik weet niet waar. Oké, kijk daar. Ik vind het leuk hoor. Hi! Nou, doei! Oh, hij gaat echt zwaaien! Oh my god, hij gaat zwaaien! Oh, ben je toch ook een poepie?